Ik denk dat het wel heel veel te maken heeft met bevolkingsdichtheid. Hoe dichter natuurlijk mensen op elkaar wonen, hoe meer ze onafwendbaar ook met elkaar in contact komen. Je hoort elkaar, je ziet elkaar, je ruikt elkaar enzovoort. En dat heeft dan eigenlijk als tegeneffect dat wij als mensen ook de neiging hebben om ons emotioneel een beetje meer op de vlakte te houden.